De performance is zeg maar alles wat ermee te maken heeft over hoe je je nummer op het Songfestival zo goed mogelijk voor het voetlicht brengt. Dus niet alleen het liedje, maar vooral ook hoe zie je eruit, welke kleding heb je aan en hou je het klein of maak je het juist heel groot met heel veel dansers en vuurwerk en alles erop en eraan. In deze aflevering van Bureau Eurovisie gaan we dat onderzoeken. Performance op het grootste podium van Europa, dat dan wel klopt. Om daar achter te komen gaan we op bezoek bij de Eurovisie modemannen. De hoofdstylist dit jaar, Diek Pothoven en couturier Claes Iversen. Dus ze zijn vertrokken naar Denemarken en ik nog steeds niet weten van wat trekt ze nou aan. En krijg ik eindelijk de nodige styling en make-up tips van Nicky de Jager. En Conchita, de baard, ik bedoel een look. En horen we, want daar ben ik super benieuwd naar, hoe Duncan Lawrence het voor elkaar kreeg om met zijn kleine performance toch overeind te blijven op dat hysterische songfestival. In mijn 3 minuten zijn ze heel eventjes naar mij aan het kijken en mijn staging en luisteren ze naar mijn nummer. En daarom ben ik ook zo blij dat hij hier is, want ik ben al jaren fan van hem. Hij is mijn Vlaamse ochtendradio-collega en al jaren de commentator daar van het songfestival, Peter van der Verre. Dit is Bureau Eurovisie. Peter, welkom hier in de Euromast, in onze woonkamer. Dank je. En ons onderzoeksbureau. Ja. Ik kan me voorstellen dat je bij de naam Peter van der Verre misschien niet meteen een belletje hebt rinkelen. Ik dacht, ik kan je het beste voorstellen aan de hand van je commentaar. Deze kapoen met witte fuck me botjes is Luca Henny. Loopt op zijn Instagram veel in bloot bovenlijf, dames en jongens. Rocco klinkt lekker, maar na zijn act zou je Rocco toch wel een granataappel in zijn mondje willen steken. Wat een poëzie, Peter. Ja. Het Eurovisie Songfestival is voorbereid en ik bereid mij ook voor als commentator. Eigenlijk doe ik het zo van het moment dat er dingen uitkomen, zet ik de playlist op in mijn auto's morgens als ik naar mijn ochtendshow rijd in Vlaanderen. Ja. En speel ik dat voortdurend af, zonder dat ik er beelden bij heb. En dan ga ik de beelden zoeken, de videoclips die erbij horen. Maar het is veel voorbereiding eigenlijk. En wat is dan het punt geweest dat je nu ineens de commentator bent voor de Vlaamse televisie? En ik denk ook voor heel veel Nederlanders die het heerlijk vinden om naar al die sneren van jou te luisteren. Ik denk 2009 of 2010 moet het geweest zijn, zat ik voor televisie. Ik was toen aan het meetwitteren. En dan kon je gaan en plots was een producer die zei van... Ja, wat je daar deed op Twitter, dat moet jij echt gewoon als commentator gaan doen. En toen ben ik gevraagd om commentaar te geven. En van het een is het ander gekomen. Ik ben beginnen verwerken ook op de radio. En ik ben meegegaan naar het buitenland. En plots was ik dan een soort Mr. Eurovision in Vlaanderen. Maar hoe fijn is het om in het hart van het Songfestival te gaan en daar de contacten ook te hebben en effectief met Laura Tesoro aan het ontbijt te zitten, terwijl de Griekse kandidaat een beetje verder van zijn oren zit te maken, omdat er geen feta is bij het ontbijt. Dat zijn zo'n verhalen die je kan meetrekken. En nog even terug naar als je daar bent op dat Songfestival. Ja. Dat is natuurlijk ook een aaneenschakeling van allemaal feestjes en gedoe. Totaal niet. Ja, dat is er wel, maar ik ga daar nooit naartoe. Waarom niet? Kan je allemaal mooie contacten opdoen en leuke verhalen horen? Nee, ik ben daar heel saai in, omdat ik een ochtendshow heb. Dus je moet dan ook gewoon vroeg uit je bed. Maar er is wel een collega van jullie, Jan Smit, die dan, als de budgetten het toelaten, mogen wij in hetzelfde hotel als dat van Nederland, wat meestal een duurder hotel is. En die Jan Smit, die vraagt dan ook telkens van, hey Peter, ga je niet mee naar de bar? Jan, we gaan niet mee naar de bar. Ik ga maar. Oh, je zou dat heel verleidelijk vinden. Ik weet hoe gezellig het met Jan kan zijn. Jan is een heel gezellige man. Ja. Sowieso. Ja. En dat is ook wel degene die meestal ook het ontbijt overslaat en dan zo ergens in de voormiddag met een zonnebril door de lobby sukkelt met een espresso. Nou, daar sta je dan op dat grote Eurovisie-podium met je performance die maximaal 3 minuten duurt. Dus dat is eigenlijk helemaal niks, maar je bent er maanden mee bezig. Laten we eens kijken wat ons panel daarover te vertellen heeft. Hi. How you doing? Hello, you good kite in the factor. Hi, Jeroen. I'm Maria from Ukraine and I'm the girl with the hamster wheel. This Swedish team proposed me to make a catwalk with girls like TikTok. Da-da-da-da-da-da-da. But it was like too girly. That's why we've chosen Yelena Kuledenko, our regisseur, who made this like, wow, what is going on, hamster wheel? 1944 was like on the bottom. After my first rehearsal on the stage in Stockholm, it was top 3. That's why live performance, it's really means. I think it's after we did the jury performance, you know, when the jury gives points, and it was literally our best performance. We were just like, again, running and screaming, and I was so excited, so I just kept running, and I ran into an IM fan.
toes. And I really fucked up my toe. We fixed it with nail polish, but to be honest, I still have kind of a weird toe after that. Ja, levensgevaarlijke hobby, dat songfestival. Ja, dat is ook met blote voeten, zo is er eigen schuld geweest. Ook. De grote vraag is natuurlijk, Peter, als we dit zo zien, waar zit hem dat in? Wat is nou de gouden act? Er is geen gouden act, ik geloof er niet in. Jullie hebben een paar heel goede voorbeelden van eenvoudige acts die toch helemaal kloppen. Common Linnets was geen toeval. Ik reed hier binnen, voor Armageddon hier begon. Reed binnen en Common Linnets waren op de radio bij ons. En ik herinner mij dat zo goed dat jullie stelden die voor in De Wereld Draait Door toen. En er werd afgebrand, die song van wat is dat, gaan we dat nu doen? We hebben al een keer een Indiaan gehad en we gaan dit toch niet doen en zo. Vreselijk negatieve commentaren. In plaats van ze naar het publiek te zetten, zetten ze gewoon tegenover elkaar met een soort mini-autostrade ertussen. Kleine, geniale ingrepen waar volgens mij zeer lange en zeer heftige vergaderingen aan vooraf gegaan zijn. Maar je krijgt dan een soort, ja, performance op het grootste podium van Europa, dat dan wel klopt. En is het dan ook nog zo dat je bijvoorbeeld bij de eerste repetitie een act ziet, ja, en die dan gaandeweg bij meerdere repetities heel erg verandert? De acts waar die bij de eerste repetitie, waar ze beginnen aan te sleutelen, dan mag je eigenlijk al een heel klein beetje zorgen maken. En daarvoor kijk ik dan naar onze Belgische inzendingen. Bij Senec bijvoorbeeld, wat echt een afgang was voor ons. Waar de artiest heel fel wou van ik wil het op mijn manier en ik wil in het publiek staan en ik wil dit en ik wil dat. En dan hebben ze, ja, merkte het moment dat ze in het publiek stond bij de repetitie, merk je van ja, die sfeer zit niet goed. Ja, maar dat komt goed. De song die ze dan bracht klopte helemaal niet met wat het publiek dan deed. Het ene wat je zag was, ja, sorry, een paar halfnaakte venten met vlaggen uit Israël zo, en erachter, zoals bij een koerswedstrijd. En dan zie je Senec alles geven en dat verzoop. Dus je kan en ook toch gewoon is de gouden tip die de meeste artiesten geven, blijf bij jezelf. Dat is het gevaarlijke natuurlijk. Je creëert een soort tunnelvisie. En dat is bij alle acts zo. Omdat je, ja, je bent gefocust. Het is de Olympische Spelen van de muziek. Je bent gefocust. Die 3 minuten, dan moet ik scoren. Als je de grote winnaars ziet, bijvoorbeeld Lorraine, Duncan Lawrence, Mont Selmerleuf, Lordi zelfs, zie je eenvoud. Bij Lordi ga je het niet geloven, maar het is wel een heel duidelijk ding. Allemaal maskers, verklede mannen. Het klopt, het was één monoliet. Duncan Lawrence, piano, bal, zang. Dat is misschien wel een belangrijke, dat het klopt, dat het niet te veel is. Dat je niet over te veel dingen hoeft na te denken als je zit te kijken. De Australische win, die heeft niet gewonnen trouwens, de Australische operazangeres op haar, ja, weet ik veel, een soort spastische darm. Ja. Ik vond het fantastisch, maar te veel. Veel te veel. Nicky de Jager is ook vandaag weer van de partij. Een van de grootste songfestivalfans die ik ken. Overal heeft ze een mening over. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat is nou in haar ogen een goede performance? Kom er maar in, lieve winnares van me. Dag Mol. Hi. En Lenny Correa was gewoon echt, zij kwam op. En met die spotlight achter haar en ze liep zo helemaal sensueel, liep ze naar het midden van het podium en ze begon, take a breath. Nou echt, meidje kan me opvegen, fantastisch. Dan denk ik, ja! Specifiek weet ik het niet, maar ik vind Netta had echt een look en die look ging ook perfect op in de stage. En zelfs Ilse de Lange en Welen, Common Linnets, die hele vibe bracht echt het liedje over, vond ik. En Conchita. De waard! Ik bedoel, een look! Ja, dat. Peter, van welke act ging jouw commentator hart sneller kloppen? Ja, wat jij net hoorde, zo dingen die waar veel is, dat is leuk voor een commentator natuurlijk. Maar dat is alleen maar omdat je daar als commentator lekker op los kunt gaan. Niet per se eigenlijk omdat wel. Je het heel goed vindt. Nee, want ik denk dat je de song, die blijft altijd overeind. Dan mag je nu nog zo echt een kakjurk aan hebben. Als die song goed is, dan blijft het altijd overeind. Maar de act alleen, daar ga je het nooit meer redden. Maar hoe meer het te zien is op het podium, hoe leuker ik het vind. Nou kan Nicky natuurlijk als host dit jaar geen mening hebben. Mag jij als commentator, als je daar zit straks, wel een mening hebben? Laten we zeggen, ik ben een kritische fan. Ik ben de grootste fan van al die artiesten, want ik zie hoe hard die er ook allemaal voor werken. Maar ik vind wel dat ik af en toe mag zeggen van als het niet goed is, dan moet je het ook gewoon benoemen. Behalve als het over je eigen land gaat. Dan ben je altijd fan. Ja, zo nationalistisch ben ik ook wel zo. Oh, als het ernaast is, ga ik wel zeggen van oké, het was misschien een beetje zenuwachtig gebracht,
Maar we hebben het toch maar weer gedaan. Soms voel je ook bij de voorstelling van een song in je eigen land van... Ja, mannen, dit gaat hem echt niet worden. Daar gaan we niet aan de finale mee raken. Dus dat is altijd een hele moeilijke. Dan moet je bijna zeggen van, oké, de song... We hebben misschien al betere songs van deze act of van deze band gezien of van deze artiest. Maar wacht tot op het Songfestival. Dan gaat het knallen, hoor. En die act gaat het helemaal goed maken. Nou, het is duidelijk. Die Eurovisie-act die hangt van alles en nog wat aan elkaar. Dus van het licht en van de graphics en van de begeleiding en noem het allemaal maar op. Maar de kleding is natuurlijk ook superbelangrijk. Wij hebben gesproken met Diek Pothoven. Hij is de man die dit jaar alle kleding van de presentatoren coördineert. En met Claes Iversen, de man die natuurlijk de jurken voor Ilse de Lange ontwierp. Praktisch, waar ik bang voor ben, is dat alle dansers uit hun broek scheuren als ze een split springen in de lucht. Gewoon hele praktische, eigenlijk nachtmerriescenario's. En daar zorgen we natuurlijk voor dat dat niet gaat gebeuren. Mijn naam is Diek Pothoven. Ik ben aangesteld als Head of Fashion van het Eurovisie Songfestival. Wat betekent dat ik overzie wat iedereen aan heeft. Ik maak het plan voor met welke ontwerpers we de hosts gaan kleden. En als ontwerpteam ontwerpen wij alle looks voor de dansers en de solisten voor de openings, interval en slotact. Het zijn niet alleen de looks waar Diek Pothoven rekening mee moet houden. En de choreograaf vindt er wat van en de regisseur vindt er wat van. En de choreograaf wil natuurlijk altijd alles cleaner en naakter, zodat het alleen maar over de choreo gaat. Wij als ontwerpers willen natuurlijk alles abstracter en bijzonderder, zodat het een verrassend beeld wordt. Nou, en wat daar allemaal wel niet weer scheurt en vermaakt aan moet worden, dat is vooral heel zenuwslopend. Om deze enorme klus te klaren heeft Pothoven wat collega's ingeschakeld. Ik vind het heel belangrijk om met dit enorme platform en podium wat we hebben voor Eurovisie... ook de rest van de Nederlandse modewereld aan bod te laten komen. Dus ik heb echt een waanzinnig soort Power Rangers team samengesteld van de topnamen binnen de mode-industrie. Mode Power Ranger Claes Iversen heeft al heel wat ervaring opgedaan in 2014 toen hij Ilse de Lange kleedde. Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik wel de stoute schoen had aangetrokken en dacht van, nou, hier ga ik achteraan. En het werd duidelijk wie naar Denemarken zou gaan en ik dacht van, ja, dit is natuurlijk echt gewoon meant to be. Het krijgen van deze droomklus was nog maar de kalmte voor de storm voor Claes. Ilse heeft echt uitgelegd over het liedje voordat ik hem hoorde. Ja, een soort kwetsbaar gevoel moest neergezet worden. Op een gegeven moment dan waren we bezig met de witte jurk en in de uitwerking. En ik weet niet of het mijn fout was of dat Ilse iets zei of wat dan ook. Toen opeens kwam dat zwart te sprake. En dan kreeg Ilse dat in haar hoofd. Nee, de jurk moet toch wel zwart. En nou ja, de klant is koning en ik maar lachen, maar ik dacht wel, fuck, wat gaan we nu doen? Maar ik zei, nou goed, we maken ook een zwarte jurk dan. Maar die witte jurk, die moet zichzelf verkopen. Dus als ze die ziet, dan wil ze die aan. Dus ze zijn vertrokken naar Denemarken en ik nog steeds niet weten van, wat trekt ze nou aan? Ilse stond als een romantische prinses op het podium in Denemarken. Maar wat kunnen we dit jaar verwachten? We hebben geen zin om te leveren wat iedereen... sowieso al verwacht van het Songfestival. Nou, ik ben heel blij dat ik de eer heb gekregen om weer iets te mogen doen voor de Eurovisie. We zijn druk bezig met een jurk voor Chantal Jansen. Ik moet proberen Chantal in Claes Iversen vrouw te maken. Maar dat zij nog steeds gewoon kan zijn wie ze is. Heeft dat nou het verschil gemaakt, Peter, die jurk? Het zijn de verschillende componenten die het verschil hebben gemaakt. En opnieuw, daar zie je wat de ontwerper allemaal vertelt, hoe hard hij erover nagedacht heeft. Zijn al die kleine elementen, letterlijk puzzelstuk, die ervoor zorgen, zou het verschil gemaakt hebben? Nee, maar als je dan 10 vragen gaat stellen van zou de hoed verschil gemaakt hebben, dan zou de lijn op de grond verschil gemaakt hebben. Allemaal niet apart, het is het samenkomen dat zo goed is. Ik heb het persoonlijk, maar dat is een persoonlijk ding, denk ik. Ik heb het niet voor al die enorme opgezwollen jurken waarvan je vermoedt dat er nog kabouters onder zitten en heel de dingen zich onder afspelen, daar ben ik een beetje allergisch aan. Oh wel, ja, want Diek die zei nog van juist een te gekke Eurovisie-outfit, die moet een reveal hebben. Dus dat je het podium opkomt en dan weet je, zoals vroeger ook wel gebeurd, dat er dan trekt aan die jurk en dan komt er nog weer een andere jurk onder vandaan. Ja, ik weet het niet. Het heeft het niet nodig, vind ik. Dan liever wat eronder zit meteen tonen, dat je daardoor verrast wordt en gepakt wordt en van wow, dit is echt mooi. De soberheid van dit soort acts vind ik dan veel sterker dan de grote jurk. Omdat met die grote jurken is dan meestal, komt er ook een gezwollen ballade bij. En dat vind ik een soort een bijna ouderwets songfestival waar ik dan... Wat ik dan jammer vind. Zo, maar gaat het ook niet in soort van golfbewegingen? Want je hebt nu natuurlijk die hele kleine acts, zoals Duke en Lawrence ook. Ja.
Tuurlijk, de kans dat er weer iets zal komen wat veel groter is, of ja, noem het misschien potsierlijker is, dat zou zomaar kunnen. Ik vind mode ook wel heel sterk, omdat je, wat Loïc Nautey, een van hun all-time favorites, wat die dan doet, in een soort soberheid, maar heel Belgische stijlvolheid, zeg maar, ja, dat tilt het ook wel weer op. En dan kan je zien, van je kan mode ook wel tot een onderdeel van het Songfestival maken. Ik wil nog even een dingetje laten zien. Ik weet niet of je het nog herinnert. Elena voor Estland 2018. Daar heeft zij nog behoorlijk een gevecht voor moeten leveren met zeg maar het hele organiserend comité van Estland. Want hij stond in eerste instantie op een soort kist. Ja. Met die jurk eroverheen. Waarschijnlijk heel instabiel. Toen heeft ze echt moeten strijden om een soort trappetje te krijgen waarbij ze ook nog zichzelf moest vasthouden. Moet je als artiest ook wel weer sterk in je schoenen staan? Ja, dat vind ik de hele moeilijke zo. Ik heb bij ons ook jonge artiesten zien falen door het feit dat ze overal ja op zeiden. Van ja, ik zal het dan maar doen. En dan achteraf... Omdat je ervan uitgaat, die mensen die doen het al jaren, die zullen er verstand van hebben. Ik weet bij Duncan Lawrence, wij vroegen op een bepaald moment, wouden we een interview doen. En werd heel duidelijk van, nee, kan niet doen. Nee, en je zag, die zat echt in zijn zone, in zijn bubbel. En die was echt overtuigd van, ik ga dit op deze manier doen. Ja, je moet heel sterk zijn, maar niet iedereen is zo sterk. Mm. Ja, die hebben dromen. En die dromen, die klikken ze vast van, ik wil ooit op dat grote podium staan en ik ga daar nu naartoe werken. En elke keuze die je vanaf dat moment maakt, die gaat natuurlijk leiden daartoe. Ja. Je mag je laten leiden door mensen die het goed weten, maar je moet altijd wel even reflecteren bij jezelf van, klopt dit ook wel? Wil ik dit wel? Wil ik wel in die jurk gaan staan? En wil ik inderdaad op die flycase of toch maar een trapje? Ja. Dat is een superbelangrijk ding, ja. Zoveel mensen als er aan je inzending voor het Songfestival meewerken, zoveel meningen zijn er ook en iedereen wil wat anders. Maar hoe hou je nou als artiest je visie scherp? I'm sure that you are ready for a little bit of my song, Eurovision Banger Space. Our body language, rocket to the stars. Again, you have to be original. You have to do something that the others haven't done. In best case scenario, nobody has done in the last 2 or 3 years at least. Energy, energy, energy. Depends on the song, depends on the performer. If it's a powerful song which requires a powerful show, then that's the best thing. But if it's more intimate, more minimalistic, then of course the simpler would be the show, the better. You love to dance and you know you should do that, but if you just prefer to stand still and just tell the story and sing the song, that would work too. A great song only gets better when things work together with it, you know, when everything gels. You should be really strong. Nerves of steel, you know, and you have to be like a machine. Everything you do in your life on the stage, you need to be there like 100% and say, yes, it's me and I'm doing that. You spend the whole time feeling like, why am I doing this? Why did I sign up for this? Why did I say yes? And the trick now is to go out there and fool them and make them think that you are super confident, you are in it to win it. The best songs ever in Eurovision was the Common Linnets. That's a perfect example of where the music and the melody and the voices matched. Everything depends on the song in Eurovision Song Contest. Nou, Peter, eventjes 3 stellingen waarvan ik nieuwsgierig ben hoe jij erop reageert. Song versus performance. Song, altijd. De song blijft altijd overeind. Dan mag je nog zo'n goede performance hebben. De song gaat altijd overeind blijven. Kijk naar Rusland. De Russen die proberen al heel veel met heel veel performance, maar de song is nooit net niet goed genoeg. Dus song blijft het belangrijkste. En klein en intiem of juist groot en vuur en hamsterwielen? Mag allemaal hoor. Ruslana heeft bijvoorbeeld bewezen dat het met heel veel vuur en heel veel groot kan. Maar ja, Sobral heeft bewezen dat het ook heel klein kan. En in hoeverre moet een nummer origineel zijn? Want dit jaar bijvoorbeeld heeft Zwitserland de Nederlandse producers van Duncan Lawrence gebeld en gezegd, we willen Duncan Lawrence. Je weet dat dus niet. Hè? Je kan effectief op voorhand zeggen van, oh, dit gaan we toch niet doen, dit gaan we toch niet napen. En dat blijkt dan te werken. Mont Sanderluf, wat ik zei, was een soort tweedehands Avicii-hit. Top-hit, hè? Maar Avicii had hem kunnen maken 3 jaar daarvoor. Dus je weet het niet. Hoe nieuwer, hoe liever. Nog eens mijn all-time favorite, Loïc Nautey. Nieuw. Ja, voelde ook nieuw. Een beetje ongemakkelijke song, een beetje hoekig. Maar wel anders, waardoor het weer straalde en weer helemaal klopte. Dus ik zie wel graag evolutie. Wat ook belangrijk is voor het festival.
Het optreden van Duncan Lawrence, dat ziet er natuurlijk super simpel uit. Ja, een jongen die achter zijn piano een liedje zit te spelen, hoe moeilijk kan het zijn? Maar toch is niks minder waar, want iedere milliseconde van dat optreden is van tevoren uitgedacht. Maar dat lijkt mij super ingewikkeld als je als echte artiest, wat Duncan natuurlijk gewoon is, je pianospel daar een beetje zit te doen alsof. Op het moment dat je zoiets groots organiseert, dan kun je onmogelijk switchen in instrumenten. Dat is niet te doen. Alle vocalen zijn wel live. Dus de organisatie vraagt je dan op dat moment om te playbacken wat je speelt. Het is heel gek om te spelen en de juiste akkoorden aan te slaan en het niet terug te horen. Dat is heel gek. Maar als je er eenmaal gewend aan bent, dan wordt het een soort routine en een soort choreografie. En dan kun je weer gewoon focussen op je zang. Dat is hoe ik het heb gedaan. Nou, het is volgens mij duidelijk, over iedere millimeter, iedere seconde is nagedacht in die act van Duncan Lawrence. Mm-hmm. Zelfs de achtergrondzangers, die waren er wel, maar die stonden backstage te zingen. Hij heeft niet eens echt gespeeld. Moet je voorstellen, ben je muzikant en je speelt niet echt. In hoeverre heeft Duncan dat minimalisme tot zijn kracht gemaakt? Door het zo minimaal te maken. Ik denk dat er een moment geweest is waar ze veel meer hadden. En dan hebben ze het idee van less is more. Zijn ze beginnen wegschrapen, zoals een beeldhouwer die een heel bombastisch beeld heeft. En dat de dingen die niet meer nodig zijn, die je niet moet zien, maar die er eventueel wel zijn, om die weg te halen. Ik denk de illusie dat er iets is, dat soms belangrijker is dan het te zien. Want backing vocals bijvoorbeeld, Tom Dyes ook, die had ze ook gewoon verstopt onder het podium, er waren veel meer. En het feit dat je ze hoort, maar ze niet ziet, dat leidt je ook niet af. Dat gaat je ook tot de essentie laten gaan. Wat Duncan Lawrence in grimas, zijn eenheid met zijn piano, ook al is dat niet echt, is die niet live aan het spelen. De illusie dat hij live opgaat in zijn piano, in zijn song, in zijn lichtbal, is meer dan genoeg. Alsof je even helemaal in zijn wereld zit. Ja, je mag meekijken, je mag meevoelen. En dat is de sterkte geweest van het bijna simpele performance die nog eens zo uitgedacht was. Bijna per woord is er fluo aangeduid wat er moet komen en hoe het moet zijn. Duncan Lawrence had natuurlijk van tevoren bedacht dat hij een heel minimalistische act deelde om zo zijn nummer meer kracht bij te zetten. Maar hoe hou je je vast aan dat idee als je om je heen ziet dat allerlei andere acts en andere inzendingen, vuurwerk en vrouwen aan stokken en verzin het allemaal maar. Hoe hou je dan vast aan dat idee? Hey Jeroen, zeker op een platform zoals Eurovision zijn er natuurlijk heel veel acts die allemaal een eigen manier van staging hebben. En dat moet passen bij een act om dansers en weet ik veel, pyro's en vuurwerk erbij te hebben. Bij sommige acts past dat super goed. We hebben het ook gezien bij Loreen bijvoorbeeld, die danste en die deed een hele choreo bij haar liedje. En het was super mooi en heel artistiek. Ja, bij mij paste het gewoon meer dat ik achter de piano zat en dat het gewoon leeg en clean en subtiel was. En dat we een wereld konden creëren rondom die piano en rondom mij heen met visuals. Maar alles was wel simpel en goed te behappen, zodat die muziek gewoon beter en strakker ook, weet je wel, richting de kijker overkwam. In mijn 3 minuten zijn ze heel eventjes naar mij aan het kijken en mijn staging en luisteren ze naar mijn nummer. Is dat hetgene wat ik wil laten zien? Ja, dat was voor mij altijd hetgene waar ik in geloofde en waar ik achter stond. Dus ik hield daarin totaal geen rekening, in alle eerlijkheid, met alles wat de rest deed. Want ik vertrouwde in wat wij aan het doen waren en wat we aan het maken waren. En ook al stond het niet op het Eurovisie Songfestival, maar stond het heel ergens anders, dan had ik nog steeds het vertrouwen dat datgene wat we deden goed was. Maar ik ben heel blij met de sound die ik heb neergezet, met de visual die ik heb neergezet, want ik hou van subtiliteit. Maar daarin staat voor mij altijd muziek centraal. Dus als dat centraal staat, dan kun je mij overal neerzetten waar ik wil. Dan word ik heel gelukkig. Ja, ik vind het wel lef hebben ook, uiteindelijk. Want je kan ook voor veilig kiezen en denken van we pakken toch uit met een mooi pak of met ledschermen dingen. Juist door het klein te houden, vind ik een dappere keuze ook. Ja, ik denk dat het was misschien ook een keuze van om het ook weer anders te doen zo. En heel dicht bij jezelf te blijven, te zeggen van ik ga geen pak aandoen waar ik niks mee heb. Of ik ga geen gekke roze boa aantrekken waar ik niks meer heb. Had ik kunnen doen, maar dat had helemaal niet geklopt bij de Duncan Lawrence. Maar als ik hem zie in interviews en zo, zie je van dit klopt helemaal wat jij had gedaan. Maar het is ook dus een kwestie van persoonlijkheid. Gewoon wat je karakter is. Want je kan ook zeggen, hij is eigenwijs geweest, maar op een goede manier. Ja. Terwijl er ook acts zijn geweest die eigenwijs zijn geweest en daardoor juist een hele eigen act
verpest hebben. Als je dingen gaat doen die niet helemaal kloppen bij jezelf, dan ga je niet zeker voelen. En dan ga je ook zo ver uit je zone komen dat het niet aangenaam meer is. En gaan mensen je ook niet geloven. Als ik dus goed heb opgelet, hoe maak je dus een winnende Eurovisie-performance? Dan is het liedje gewoon het allerbelangrijkste. Vervolgens moet de act die je laat zien op het podium echt helemaal het gevoel weergeven dat je in de muziek wil leggen. Het publiek wil stiekem toch best wel gekieteld worden af en toe. Vinden ze toch leuk. En repeteer je helemaal een ongeluk, want die artiesten zijn allemaal net machines. Alles is helemaal kapot gerepeteerd, maar vooral om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan. Peter, heel erg bedankt voor het delen van je kennis. Rotterdam welcomes you, open up. Veel plezier met het Songfestival, heb je er zin in? Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat we effectief naar hier kunnen komen, want dat is ook nog niet helemaal zeker. En het zal heel veel hotel venue zijn, maar ik hoop dan toch tijdens de busreizen toch af en toe aan het raampje te kunnen kijken hoe mooi deze stad is. Ja. Dankjewel. Dankjewel. In de volgende en de laatste aflevering van Bureau Eurovisie ga ik natuurlijk verder op onderzoek uit. En dan gaan we het hebben over hoe je het Songfestival kunt winnen, over de bookmakers. En dat doen we met oud-vakjurylid Henk-Jan Smits. NPO Radio 2.